Ik dacht, nou, dit wordt natuurlijk een hel, want heel veel mensen zijn het natuurlijk helemaal niet mee eens dat een vrouw iets over het mannenvoetbal gaat vertellen. We zijn op Lowlands, eindelijk. Broes? Fucking Lowlands, man. Ja. Wat hebben we gisteravond gedaan? Gewonnen, geld gewonnen. Mensen huilen, wij pokeren, mensen huilen. Dat was gisteravond. Vandaag gaan we zo de daily opnemen. Dat is Lars en Mart. Lars en Mart. En wij gaan ons opmaken voor de eerste editie van SC Afkikken Niemand Buitenspel. Hier hè. Met Johnny Suifloon en Edson Brava. Aangezien het al enorm druk is, gaan wij even die gasten halen. Tot zo. August 19 2022. Een gloednieuwe FC Afkikken Daily en Mart, ik moet zeggen, misschien wel op de vetste locatie ooit. Ja, hier. Oh ja, we hebben elkaar eerder ontmoet. Ja. Ja, we hebben een gesprekje gehad over jullie podcast. Sukkels. Wat is het? Johnny, man. Maar luister, besef. Nee, ik wist het, hè. Dit is. Gewoon even moeten daar iets Ik heb weekend Lowlands. En zo begint het. Zeg maar, je zit een uur met elkaar te praten. Sorry. Mensen die onder druk moeten presteren en keuzes moeten maken, zijn niet altijd de beste keuzes. We zijn net klaar met de mannen van Playmental. Dag 1 zit erop voor SC Afkikken. Niemand buitenspel. Mannen, ik vond het heel vet. Zaal bijna helemaal vol, zo vroeg. Wat vonden jullie? Ik vond het geweldig. Ik vond het een hele leuke ervaring. Mijn eerste keer, dus top. Johnny? Ja, ik vond het toch. Goede opkomst en lekker warm ook binnen. Ja. Hey, prachtig verhaal. Morgen is Leon de Stender te gast. Dan gaan we het hebben hoe het is als vrouw in een mannenbolwerk te werken. Nou, we gaan nu gewoon genieten van de rest wat Lowland zo tof maakt. Morgen zijn we terug. Dag 2 van Lowlands, SC Afkikken Niemand Buitenspel. Vandaag gaan we het hebben over een vrouw in een mannenbolwerk. Maar daar is ze. Oh, ja. Het gaat dus om haar, hè, vandaag. Leon de Stendler, de gast zometeen. Dat trek ik van de zaal, hè? Dat is een beetje de vraag. Nou, je bent een vrouw in een mannenbolwerk, dus dan moet het toch goed komen? Ja. Ik ga mijn best doen. Ik ga met het bord rondlopen en dan de hele zaal vol. Heel veel meiden en vrouwen van mijn generatie en daarvoor gewend zijn dat het zo was. En ook gewend zijn geweest dat ze in een wereld voetbalden waar eigenlijk al geen plek voor ze was. Het zit erop voor ons voor FC Afkikken. Niemand buitenspel. Dag 2 stond in het teken van inclusiviteit. Want we hebben toch 2 dagen gehad met fantastische sprekers. Wij gaan ons nu opmaken voor een beetje muziek, een beetje dansen, een beetje gek doen. En dat is ook Lowlands, lieve mensen. Gisteren probeerde onze cameraman Tom, u kent wel van al die mooie filmpjes, even met Liam Gallagher te kletsen naar het concert. Niet gelukt. Toen zei hij, weet je wat, Liam Gallagher was sowieso niet mijn eerste keuze. Ik wil bij de Cooks, wil ik even een fotootje maken met Luke Pritchard, de leadzanger. Toen zei ik, Tommy, de Cooks is jeugdsentiment voor mij. En leer mij één ding, dat gaat je nooit lukken. Ja, niet voor de eerste keer bij FC Afkikken, kreeg ik ongelijk. Thank you.
Lowlands 2022 zit erop voor FC Afkikken. Wat een fantastische tijd hebben we gehad. Mede dankzij die tent daar, de Echo. Twee fantastische shows gehad met Edson Bravey, Johnny Sijerloon en vandaag met Leon de Stendler. Mijn stem is er bijna klaar mee. Goed teken, leuk festival. Wij gaan ons nog opmaken voor Arctic Monkeys. En ja, we willen eigenlijk iedereen bedanken die is komen kijken. We willen Lowlands natuurlijk bedanken. En zeggen tot volgend jaar.